Yo gasten, hier. Leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. In deze video ga ik ranked spelen. En niet zomaar ranked, want de pijl bepaalt mijn potje. <laughs> ja, oké. Okay. Een Darkport heeft natuurlijk 20 vakjes en dan nog 2 extra van de boel en van de boel's Eye. En ik heb 23 brawlers, level 11 heb ik net geteld. Dit zijn er 9, dit zijn er 18. En dan zijn dit er uh, 23. En ja, dat is 1 uh, brawler te weinig, dus dan halen we Spike wel gewoon weg. Eh. Um, in welk vakje die komt, die browser ga ik dan kiezen. In ranked. Dus ja, laten we snel gaan. Uh, ja, ik doe wel. Uh, de boel is dan. Uh, nummer 21, en de bull's eye is dan nummer 22. De dus boel is Jean. Uh, oh, bull's eye is Lou. Oké, okay, mensen, ik ga even uh, naar het darkboard en dan zie ik je zo. Oké, okay, mensen, zoals je ziet, is de productiekwaliteit op dit kanaal echt super hoog. Dus film ik gewoon met mijn telefoon het darkboard. Oké, okay, en dan heb ik in mijn andere hand die pijl. Let's go. Oh, what the fuck? Oké, okay, dat is dan nummer 21 en dat is dan volgens mij Jean. Oké, okay, eerst potje moeten we met Jean spelen. Oké, okay, de draft is nu gemaakt. We hebben Cordelius en Jessie. Jessie is, ik weet niet of Jessie de beste keuze is, maar het zal wel. Hun hebben in ieder geval een combo die op zich wel leuk eruit ziet, maar ze hebben niet echt een goede mid. Ik denk dat ze Melody Mid gaan spelen, maar dat. Ah, ik weet het niet. Ik weet niet. Ik ben helemaal geen fan van allebei de combo's. Maar Sandy is wel echt zo goed, mensen. Dus Sandy gaat wel heel hard carryen. Ik ben benieuwd of we dit kunnen gaan winnen. Als de Sandy slecht speelt, dan winnen we dit sowieso. Als de Sandy goed speelt en veel supers krijgt, dan verliezen we dit sowieso. Oké, okay, even kijken. Ik zal wel even... Die Sandy zit waarschijnlijk daar. Ik zal wel even helpen tegen die Sandy. Oké, okay, nou. Die Melody heeft gelijk de lane gewonnen. Die Amber... Nou ja, niet per... Ja, die Amber ook wel een soort van van mij. Oké, okay, Ehm um... I don't know wat Cordelius daarvan plan is door er meteen in te jumpen, maar prima. Even kijken of ik hier wat kan zetten. Nee, die Cordelius wordt hier gelijk weer vernederd. Wat belangrijk is aan deze map is dat je de lanes eerst wint voordat je mid kan winnen. Dus ja, ik kan natuurlijk wel even die Amber gaan pushen, maar dat heeft niet heel veel nut. We hebben hier nu wel die lane. Dus hopelijk kunnen wij mates eventjes uh, even wat doen. Ik heb ook niet de juiste uh, uh, Star Power 14 hier, maar dat ma maakt niet heel erg uit. Kom op. Oké, okay, mooi. Um... Die Jesse heeft daar wel goed die guy aangepakt, denk ik. Ja, prima. Oké, okay. even kijken wat, euh, wat de kordinus van plan is met die super. Ja, hij gaat er gewoon dood. Dat, dat dacht ik al, daarom zei ik, ja, kijken wat hij van plan is. Uh, en nu hebben we een Sandy super. Ik weet niet of het de beste Sandy super was, want ja. Het, ze hebben er niet heel veel controle mee gekregen eigenlijk. Ik zal deze wel verpoelen en killen. Had ook niet heel veel nut gehad, maar boeien. Uh, Zo'n pool is natuurlijk wel gewoon belangrijk. Oké, okay, even kijken. Ik weet niet wie er van ons nou weer rechts moet gaan. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Kijk, daar komt die Sandy. Uh, die Melody, die gaat mij gewoon pakken, ja. Bro, what the fuck. Teammates. Niemand geeft ook dekking tegen die Sandy. Uh, tegen die Melody heb ik natuurlijk niet heel veel kunnen doen. Maar goed, even kijken. Bro, wat is blut van plan? Ja, mensen. Die teammates zijn echt zo slecht. Dit uh, eerste potje is helaas verloren. In ieder geval de eerste ronde van het eerste potje. We moeten... Even een duidelijke lane hebben, want dit slaat nergens op. Ze staan met z'n tweeën in de linker lane. En ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En Jean is niet, uh, niet een brawler die heel goed uh, Melody of zo kan aanpakken. Zoals jullie zagen, ja, dat had ik niet echt iets anders kunnen doen. Oké, okay. um, ja, verlies even niet meteen je lane. Dat zou echt heel erg ideaal zijn. Um, nou, dat is eigenlijk het, wel het minst gevraagd van die gasten. Oké. Okay. Ik verlies zelf wel mijn lane. Maar die guy gaat, dat heet het voor een Amber. En die Amber kills Cordelius gewoon. Het, het slaat toch nergens op dat je met Cordelius op Amber gaat. Um, maar goed, weet je, Ieder zijn ding. Uh, het is in ieder geval niet mijn ding. Even kijken, die Melody. Ja, die Melody. Heeft in ieder geval niet de kill. Dat is goed. Oké, okay, maar we moeten. Om eerlijk te zijn, ja, met Jean doe ik ook niet zo heel veel. Maar ja, wat moet, wat moet ik doen? Als mijn, als mijn teammates de lanes verliezen, kan ik zelf niet ineens mid gaan. Jesse, kom op. Dat is toch niet, dus niet heel nodig uh, om te gaan pushen als je 1000 AP hebt? En ja, dit, 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 hier heb ik het dus ook over. Die Sandy is zo goed dat ze controle hebben. Uh, Oké, okay. ja, Sandy is goed dat ze controle hebben. Want, want als Sandy daar controle heeft, kan je er niks tegen doen. En die, die. Melody wil heel graag dat ik haar. Oh, what the fuck. Die Melody wil heel graag dat ik haar ging poelen. Maar dat ga ik niet doen, want ik moet die super natuurlijk gewoon bewaren om de nuttige mensen te poelen. Ja, Melody met nul gems heb je niet heel veel aan als je die poelt. Um, maar we hebben nu wel redelijk control. Ja, als we nu eventjes uh, een pool kunnen gaan raken op die Amber, die daar zit. Nee, die Melody tankt dat slim. Ja, eerste potje verloren. Echt heel slecht gespeeld van mijn teammates. Ook niet heel goed gedaan van mij. Maar ja, wat moet ik doen? Jean is gewoon niet heel goed. Laten we het daarop houden. Gelukkig min nul, dus dat maakt niet heel erg uit. Oké, okay, dan nu voor het tweede potje. Nummer 10, wie is nummer 10? Uh, even kijken, we hebben hier... Nummer 10 is Leon. Oké, okay, prima. Moet het tweede potje met Leon spelen. Oké, okay, we hebben nu een Gray Sandy tegen een Bo, Miko, Grom. Om eerlijk te zijn, hun combo vind ik iets eruit uitzien. Maar als ze slecht zijn, dan winnen we easy. Uh, dan kunnen we die Miko natuurlijk gewoon een beetje aanpakken. Ja, we gaan wel even kijken hoe dit gaat lopen. Het uh, kan alle kanten op, zeg maar. Allebei de combos zijn weer niet heel goed, Ja. Dat krijg je in Master Power League, hè? De hoogste ranked game mode. Heb je gewoon noobs die niet weten hoe ze moeten draften? Oké. Okay, prima. Um, nou, dit, uh, dit is wel goed. Maar die combo van ons is echt zeker niet slecht. Alleen, ik weet niet hoe we het gaan doen tegen bijvoorbeeld een Miko of zoiets. Even kijken, hij poelt daar gelijk die bow. Die bow is dood, dat is goed. Die guy gaat daar natuurlijk pushen. Ja, dat had ik al verwacht. Um, Oké. Okay. Die Grom kunnen we hier wel eventjes bezighouden. Ja, die Grom die vlucht ook weg. Dat. Uh, Doet hij niet goed, want hij is gewoon dood. Heerlijk. Oké, okay, dat is mooi. Uh, zullen we deze guy ook even pinchen, want anders komt hij misschien in gevaar. Prima. Uh, Oké, okay. ik weet niet wat Grom daar deed. Maar op zich redelijk uh, TP van de Gray. Ook oh, kut. Nice. Goed dat ik dat uh, heb overleefd. Oké, okay, even kijken wat die Miko hier van plan is. Die is ook gewoon dood. Uh, we kunnen hier wel in vis gaan en die Grom ook gewoon killen. En die Bo hier ook gewoon heerlijk. Oké, okay, dit gaat goed. Uh, we moeten alleen even oppassen voor die Miko. Ik loop gewoon weg en dan komt het denk ik wel goed. Oké, okay, lekker, die Miko is helemaal aangepakt. Goed gedaan van die Grey. Ja, dat is helemaal goed. We hebben hier ook die Invisible van Sandy natuurlijk. Oké, okay, ik weet niet wat we mijn meesters daarvan plan waren. Maar goed, uh, laten we hier die Bo gewoon killen. En laten we hier dan nu ook nog die Grom killen. En we hebben gewonnen. Heerlijk. Oké, okay. best wel goed gespeeld van uh, mijzelf. Ook goed gespeeld van mijn Grey sowieso. Sandy heb ik niet heel veel gezien, maar. Uh... We hebben dit in ieder geval heel makkelijk gewonnen. Ik denk dat we dit potje dus ook heel makkelijk kunnen gaan winnen. Dat is natuurlijk altijd lekker. Even kijken of, we dit, uh, of dat inderdaad het geval is, zeg maar. Oké, okay, let's go. Go, 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 go. Oké, okay, even kijken. Die Miko zal daar wel zitten, dus daar moeten we een beetje voor oppassen natuurlijk. Met Leon vooral. En ja, Sandy moet er ook heel erg voor oppassen. Um, Gray moet er ook voor oppassen. Ik denk dat we hier getimed worden. Ja, dat is heel slecht gedaan van ons. Kijk, ik heb ook helemaal die, niet die gadget ingezet voor het potje. Um, gadget is ook een beetje nutteloos tegen Grom en zo. Als ik hem hier weer inzet, gaat die Grom daar sowieso weer op schieten. Ja, precies. Maar die Grom is alsnog dood van die Grom. Ik weet niet dat hij van plan was daar. Maar hij heeft hele slechte movement, dus was makkelijk te, makkelijk te killen. Uh, helaas ging ik zelf al dood door die Nico. Maar ja, het was wel een positieve trade, zeg maar. Oké, okay, um, ik ben nu in vis. Oké, okay, dat hebben ze gezien helaas. Dus ze weten ook dat ik eraan ga komen. Ehm um, Oké, okay. fuck. slechte auto één van mij. Slecht, maar hij kan sowieso gekillt worden, toch? Oké, okay, dat is echt heel slecht gedaan van mijn teammate en van mij. Dat is jammer. Ga ik hier mijn laatste gadget inzetten. Oh, kut, die Miko komt er weer aan. Daar moeten we even voor oppassen. Oké, okay, hij gaat daar hier mij niet killen, toch? What the fuck? Sandy? Nice. Oké, okay. we moeten het nu even gaan overleven. Als Sandy zijn... Oh, nice. Ik dacht, we kunnen nog wel een comeback proberen te maken. Maar dit was echt heel erg slecht. Um, ja, ook van mij. Ook van mij hoor. Van het hele team was dit echt heel slecht gespeeld. Ik denk dat we gewoon naar de andere kant moeten gaan. En dan af en toe iemand lacking moeten catchen. En dan als we hun pushen, dan kunnen we ze easy killen. Oké, okay, ja. Het was niet heel goed gedaan van uh, mij ook. Dus dat ja ik kan natuurlijk niemand echt de schuld geven. Oké, okay, Miko. Uh, als je gewoon aimt tegen Miko, dan kan je hem meestal wel redelijk goed killen. Oké, okay, goed gedaan van die Gray. Even kijken... Ik weet niet waarom hun hier zo agressief pushen. Maar dat is echt heel dom van hun. Hier kunnen we die Grom waarschijnlijk ook nog even pakken. Kijk, ik zal gewoon even in vis gaan. En dan. Uh, killen we hem. Nice. Heerlijk. Uh, Miko kan er niet heel veel wat tegen doen. Oké. Okay, like a boss. Hopelijk kan hij snel zijn TP krijgen. Want die is ook heel handig. Ja, dit potje lijkt erop. Als het zo doorgaat, dat het gewoon een easy win gaat worden. Ik zal deze hier even gooien. Mm, nice. We hebben ze heel mooi gepinched. En dat is top. Oké. Okay, Miko. Uh... Dood? Ja, nice. Goed gedaan van mijn teammate. En dit, dit potje winnen we sowieso wel, toch? Dat is gewoon aan deze map. Als je gespawnt-wrapped oh, wordt, dan kan het gevaarlijk zijn. Maar ik zal hier wel even die hypercharge en zo inzetten. Um, Miko is sowieso dood. Bo is sowieso dood. Moet ik er wel even oppassen, want ik wil het wel overleven. Oké, okay. dit is goed gedaan. Goed gedaan van het hele team. En nog even snel een paar kills krijgen. En dan is het potje hopelijk snel klaar. Want ja, dit win Oh, what the fuck. <laughs> Vliegende grom ineens. Nou, kill die guy. Goed gedaan. Uh, oh, kill ik die bow niet eens? Wat slecht van mij. Oké, okay, Sandy killt wel die bow toch? Huh? Wat? Oh my god, en nu staan we ineens in een slechte positie. Uh, ik moet hier even... Niet dat, niet dat die Miko mij ziet, anders gaat hij op mij jumpen. Ja, dit is heel slecht. Lekker. Lekker, lekker. Lekker like a ons 17. Op zich niet goed gespeeld. Niet slecht gespeeld. We hebben star player, dus dat is mooi. We hebben een redelijk kd 9 om 5 dus dat is goed. Oké, okay, mensen, voor potje 3 ga ik een blind gooien. Dat kunnen jullie natuurlijk niet zien, maar ik ga een blind gooien. Oké, okay, let's go. Wat heb ik gehit? Waar de fuck is dat? Oh. <tosses> natuurlijk fucking goed. Ik kan blind ook al zitten. Dat kunnen jullie natuurlijk niet zien, maar dat is we wel echt zo. Uh, nummer 9. Dat is dan. Crow. Oké, okay, prima. Oké, okay, we hebben Boel, Bee en Crow tegen een Shelly, Cordelius, Lou. Om eerlijk te zijn, vind ik hun combo wat leuker. Ik snap ook niet waarom mijn teammate Bee is gegaan, omdat ik Crow ben. Crow wordt hier altijd gespeeld als mid. Maar goed, uh, misschien weet die Bee iets wat ik niet weet. Prima. Oh, die Cordelius zit wel heel laag. Nou, maakt misschien niet uit. Nou, ik ga lekker lane tegen die Cordelius. Waarschijnlijk is dat dan wel een makkelijke lane. Uh, help, alsjeblieft. Nou, die Cordelius is in ieder geval wel dood. Dus op zich is het nog wel prima. Kijken of B wat kan doen daar. Denk het wel. Ik ga, denk ik, naar de linker lane. Want de linker lane is. Bro, waarom ben je boos op mij? Linker lane is misschien wat makkelijker, omdat uh, die open is. Ja, dat is wel goed gedaan van die Shelly. Nou ja, niet goed gedaan van die Shelly. maar goed gedaan voor mij, zeg maar. Uh, dus dat, voor mij is dat top. Wat de fuck is blut van plan met die Cordelis? Uh, Oké. Okay. Ja, uh, yeah. we hebben onze super nu. We kunnen daar misschien een play mee maken. Alleen die bal ligt daar. Ja, die bal lag daar net niet goed. Even kijken. Boel, dat was heel goed gedaan. Ik kan die bal misschien. I don't know. Even kijken wat mijn mates willen. Ik kan die bal misschien bij Boel leggen. Wat, of hij er wat mee kan. Okay, nog één hit op iemand. En dan kan ik een slow doen op de loe. En oké, okay, toch niet. Die Cordelius die hit mij. Prima. Ik loop gewoon lekker weg van die Cordelius. En dus er is één persoon minder die kan verdedigen. En volgens mij kunnen we mates scoren nu. Nee. Te fuck. Oké, okay, dat is jammer. Uh, Cordelius, AFK. Oké, okay, laten we die nou maar even snel killen. Boel, geef die bal. Geef die bal. Uh, nou, het is natuurlijk weer te laat. Als die mensen opschoten, kon ik gewoon scoren. Uh, maar ja, prima. Whatever. Oké, okay, dubbel hit met die slow. Dat is ook lekker. Shelly alleen nog killen. En ja, dat is mooi. We hebben nu ook onze hypercharge. Dat is ook mooi. En op zich, dit potje gaat best wel goed. Laat ik die hypercharge hier gewoon even inzetten. Even hier een paar hits doen op die Shelly. Ik zou eerder met Boel niet tegen Shelly gaan, vriend. Maar ik zou met Boel tegen Cordillis gaan, wat ook geen goede matchup is. Maar Crow tegen Shelly is in ieder geval wel een easy matchup voor mij. Oké, okay, uh... oh shit. Shit, waarom <laughs> jump ik ook nog hierop? Uh, dit kan een goal worden voor hun. Ik weet het niet zeker of Boel dit kan verdedigen. Ligt eraan of Shelly super krijgt uh, of niet. Als Shelly niet snel haar super krijgt, dan kunnen we dit nog easy, uh, easy defenden, zeg maar. We moeten echt heel erg oppassen dat Shelly geen super krijgt. Oh, fuck. Ja, dat is, uh, dat is er nu wel in. Uh, maar dit kunnen we niet verdedigen, denk ik. B mist niet. Bee! Fuck. Als die B niet de fucking auto -aim shot mist, was dat gewoon nog verdedigd. Maar dit is GG nu. Dus ze hebben Shelly en Cordelius met alle bosjes hier. Ik ben ook dood hier, denk ik. Uh... B, wat een dikke noep ben jij. Fuck, man. Oké. Okay. Moeten we de komende twee potjes even gaan winnen of zo? I don't know. Mijn teammates waren niet heel slecht over het algemeen, maar maakten wel veel foutjes. Oké, okay. ik uh, zal denk ik weer eventjes aan de rechterkant moeten beginnen met Crow. Denk ik. Ik denk dat Boel niet, van... ja, niet van plan is om te switchen. Nee. Ga maar lekker met Boel tegen Shelly. Als je dat uh, zo graag wil, dan... Ja, da dan wens ik je er succes mee. Uh, B... Die B is echt slecht. Maar ja, maakt niet uit. We zitten natuurlijk ook gewoon in uh, de hoogste lobby's van de hele wereld. De Master-mensen. En alsnog zijn die mensen zo slecht. Het is echt een schande voor Supercell. Ze moeten het aanpassen in de volgende update. Want, I don't know. De, ik vind er niks aan om. I don't know. Om tegen mensen te spelen die eigenlijk helemaal niet snugger zijn. En dan met een B die ook echt niet snugger is. Ja, hoe kan ik dit nou weer verdedigen? Niet. Oké. Okay. Uh, ik jump wel even hier. Zodat ik vast uh, een soort van. Early access heb je in die bush. Oké, okay, dat pakt het niet helemaal goed uit. Nee, ik ben hier denk dood. Of Cortilius dood. Mooi. B-kill die guy. Nee, natuurlijk kills die bee die guy niet. We moeten ook even yes, een goal maken voordat het gras heel erg gaat worden. We moeten eigenlijk een goal maken daarna tot extra tijd camp. En dan in extra tijd winnen we nog wel. Oké, okay, heeft die boel dat daar. Nee, hoe heeft die boel dat daar dan niet gedaan? I don't know. We gaan, het, uh, we gaan er ook nooit achter komen. Want ik heb geen zin om in de replay terug te kijken. Uh, nee, ik ben hier ook dood. Het was niet helemaal optimaal voor mij. Nee, dit potje is verloren, denk ik. Tenzij Boel ineens een hele zieke clutch gaat maken. Oké, okay, loe dood. Top. Oké, okay, en nu alleen nog die Cordelius. Ik weet niet. Wat negeer die Cordelius gewoon eigenlijk. Maar goed. Oh, wat ben ik goed? Wat ben ik goed? Dat was echt zoveel geluk, die goal. Maar dat is top. Geluk heb je af en toe nodig. Uh, even kijken. Jumpy wel? Op die guy, die is dan dood. Heerlijk, en dan winnen we dit potje. Oh my god, wat ben ik goed? Nee, ja. Jawel, ik ben wel goed. Ben, ben beter dan hun. Maar het is niet dat ik heel goed aan het spelen was. Maar dat is goed. We hebben dit potje in ieder geval gewonnen. 1-1. Even kijken of we nu weer kunnen winnen. Ik denk dat ik gewoon weer. Ja. Ja, ik ga weer rechts tegen Cordelius. Alleen hij moet dan niet een kill maken op de B of op mij. Even kijken, ik ga wel via mid daarheen. Dat is denk ik beter. Dan heb ik gelijk een redelijke positioning. Kan ik ook een beetje zo helpen op die Shelly. Oké, okay, ik moet die guy wel gelijk slowen. Anders ben ik dood. Ik ben alsnog dood, omdat ik fucking loop ben. Oké. Okay. Um, let's see. Dit is niet helemaal optimaal. Ik denk dat mijn teammates dood zijn. En die bal ligt ook lekker bij hun. Ja. Oh, wat doet Shelly? Haha. <laughs> Oké, okay. nu kunnen we misschien... Nee, loop daar nou dan... Als die Shelly nu iets breekt, dat dan. We moeten het allemaal kunnen verdedigen. Niet achter mij staan, boel. Bro. Oké, okay, wat de fuck doet die Shelly? Maar die teammates van mij die staan allemaal op een andere plek. Lopen af en toe weg. Oh, what the fuck. Waardoor die Shelly eigenlijk alsnog wel redelijk daar iets kon doen. Cordil is dood. Dat is mooi. Poel. Geen goal. Dat maakt niet heel erg uit op zich. Um, Oké. Okay. Even kijken. Kan pro scoren? Nee, hij geeft hem gewoon aan hem. Terwijl hij ook wel even had kunnen wachten. Die B is echt. Niet snugger. Maar, bro. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik moet niet te veel haat op die randoms. Want die randoms kunnen natuurlijk ook niks aan doen. Dat ze gewoon uh, slechter zijn. Oké. Okay. Um, maar heel, heel veel dingen spreken eigenlijk best wel voor zich, voor zich als je speelt. Oké. Okay. Hier heb ik, heb ik een dubbel kill, denk ik. Ja, Shelly ook sowieso dood, toch? Geef aan die bal. Ik weet niet wat die bal was. Like. Waarom wordt die bal naar de Shelly gepast en niet... Nou ja, hij gooide hem gewoon Jona naar voren, maar dat was echt niet handig. Ik had gewoon kunnen scoren als hij hem, nou ja, zeg maar vanaf hier die kant op eemde. In plaats van recht naar het midden. Maar ja, prima. Ieder soort ding. We kunnen hier wel scoren volgens mij. Toch? Oké, okay. ja, nice. Die, ik dacht heel veel dat die bal op de lijn stil ging liggen. Maar dat uh, is gelukkig niet het geval. Even kijken, hun zijn nu lekker op elkaar aan het racen. Ik kan misschien wel ondertussen even een play maken. Jump ik zo, score ik zo. En hebben we toch nog gewonnen. Wie de fuck had dat verwacht? Mensen. B-Star Player. Oké, okay, weet je, B. Ik vergeef het je. Je hebt goed gespeeld. Feko Sanchin. Dat is een YouTuber met 800k subs. Ik weet niet of het echt is. Het zou kunnen. We kunnen wel even kijken of het echt is. Uh... Geen idee. Denk ik niet. Oké, okay, en dan nu voor het laatste potje: Oké, okay, 18. Wie is dat dan? Uh, de productiekwaliteit is ook zo goed. Oké, okay, Colette. Oké, okay, we hebben Colette. Last pick. Tegen Miko, uh, Pearl en Brock. Is op zich niet heel slecht. Ik zal even de andere Star Power gebruiken. Dan kunnen we die Miko misschien nog proberen te vernederen. Maar tegen een Pearl is Colette zeker niet slecht. Het is alleen jammer dat uh, mijn teammate een level 9 Penny heeft gekozen. Zou ik zelf niet hebben gekozen. Een level 9 Penny. Maar goed, ieder zijn ding. Hij heeft wel Master. Dat uh, zie je aan die randjes. Dus op zich. Weet hij misschien wel wat, uh, wat hij moet doen. Uh, Balion was. Je moet in ieder geval niet weglopen van ons. Met Jean moet je sowieso bij de groep blijven om ons te healen. Uh, maar goed. Colette is hier niet heel goed. Maar ook niet heel slecht. Er hadden zeker wel slechtere picks kunnen zijn. Dus het is niet, weet je, het is niet heel slecht. Ik heb ook de matchup nog wel redelijk tegen Pearl. Wat wel chill is op zich. Ehm. Uh, zou hadden ook bijvoorbeeld Piper, Tick, Leon of zo kunnen spelen. En dan had ik echt helemaal geen kans gehad met... Oké, okay, ik wou eigenlijk auto-aim op die Pearl. Maar mijn teammates hebben de Pearl gekillt. Dus dat is alsnog wel prima. Uh, <laughs> ja, ik moet even opletten met die auto-aim natuurlijk. Maar met Colette moet je eigenlijk super wel vaak auto-aimen. Want het is belangrijk dat je die niet mist. Uh, Penny, niet te erg overconfident gaan doen alsjeblieft. Maar goed. Uh, Oké. Okay. Ze dus moeten die Jean niet te erg pushen. Vooral die Miko niet. Oké, okay, nee, nee, nee dit, is wel goed. dit gaat nog wel. Even kijken, we moeten even healen. Jean, kom naar mij alsjeblieft. Kut, ik word daar door dat ding. Ja. Ah, dit was zo slecht van mij. Bro, die Miko dodged ook elke shot. Daarom moet je bij Miko eigenlijk altijd wachten tot hij alles geweest heeft. Maar, ja. Penny, geen duimpje omlaag doen als je zelf de game een soort van getroot had. Want op zich, bro, was dood, we hadden dit wel kunnen winnen. Oké, okay, we moeten hier zorgen dat hij op de Jean komt. Want Jean kan zijn shots wel tanken. En uh, Gene heeft ook nog een gadget, zeg maar. Oké. Okay. Benny, kill hem. What the fuck? Bro, what the fuck? Dit, dit is, slaat nergens op. Ja, dit is echt gewoon. Dit is echt gewoon matchfixing, mensen. Oh, what the fuck. Ja. Yeah. Dit is matchfixing. What the fuck doen die mensen tegen een Miko? Speel gewoon rustig tegen een Miko. What the fuck. Als je dit kijkt en je weet niet hoe je tegen Miko moet spelen, speel rustig. Laat hem al zijn MOA's en dan is het eigenlijk een easy kill. Maar als je gaat schieten terwijl hij in de lucht is, ja, natuurlijk killt hij je dan. Oké. Okay. Dit, ja bro, wat schiet je? Je bent zo slecht, Jean. Nul pools in twee rondes. Penny ook nul mortars. Ja. Uh, yeah. Oké. Okay. Uh, oh, daar is de Miko. Penny. Penny. I don't know, man. Wat denken die mensen? Je moet natuurlijk niet zonder te checken een bush inlopen. Maar ja, prima. Dat kan blijkbaar wel gewoon in Master Lobbies. Want zo kan je Master halen. Die guy is in ieder geval dood. Maar ik ga hier nu gekeild worden door die Miko. Wat een leuke brawlers, Miko zegt. Oké, okay, Gene. Hij kan het nog. Poel hem, pull hem, hem. Bro, pool hem. Ja, en nu is het natuurlijk weer GG. Uh, maar Gene doet 2000 damage. In principe, in principe kan hij hem poelen. Moet je naar achter lopen, zodat hij heel lang in de pool zit. Bro, Gene, pool hem. Je doet 2000 damage. Tom to my goal. Oké, okay, wat je had moeten doen, want Gene gaat nu dood. Dus ik kan het dan in de background zeggen. Wat je had moeten doen, is die Miko poelen. En dan terwijl die Miko in de, in de pool zit, kan hij natuurlijk niet wegjumpen. Hit je hem drie keer heel snel met auto aim. Dan is hij dood. Maar zelfs dat. Begrijp, begrijpen masterplayers gewoon niet. En het is heel frustrerend, maar goed. Uh, het maakt me natuurlijk niet heel, ja, het maakt me niet heel erg uit om te verliezen. Maar het is wel leuker voor de video om te winnen. Uh, maar ja, boven Master is er toch niet echt een doel. Dit zijn echt gewoon. Dit zijn echt 700 trofies, lobby's. Oké. Okay. Bro, what the fuck? Oh, holy shit. Dit kan toch niet? We staan. Oh nee. Dit kan niet, mensen. We staan gewoon dik voor. Oh, kut. Hij die gaat niet eens dood omdat hij zo'n groot shield had. Oké, okay, prima. Maar nu wel. Wat doet die Pearl trouwens? Maar dit kan toch niet? We staan met z'n drieën tegen twee. Wat doet Gene? Hij mist een pool op auto-aim range. En dan gaan ze allebei dood erdoor. Huh? Oké, okay, ik kan er niet anders. Niks anders dan hierom lachen. Uh, ik denk dat ik een 1 v tegen Brock nog wel kan winnen met Colette. Niet de, uh, niet de makkelijkste 1v1. Maar weet je... Ik moet mijn teammates toch even wat hoop geven door te laten zien dat het... Ja, ik moet toch via deze alleen gaan. Oké. Okay. Oké. Okay. mijn teammates toch even wat hoop geven dat het echt wel mogelijk is. Om even deze game te carryen. Super. En dood. Heerlijk. Oké. Okay. Eens met de carry. soort van. Jean was eigenlijk met de carry hoor. Want uh, hun hadden Nemico natuurlijk gekillt. Zieke carry van mijn teammates. Nul pools nog heet het hele potje. Um, Oké, okay, Miko hypercharge, dat, dat wordt gevaarlijk. Daar uh, wil ik niks mee te maken hebben, dus... Oké, okay, ik weet niet wat... Ik weet niet wat de Penny daar... Hij zet een preemptive... Oh, kut. Oh, Wauw, wow, ik zag het eigenlijk al aankomen. Mensen, ik heb wel genoten. Ik heb wel echt gelachen. Die randoms in Masters zijn... Oh my god, ze zijn ook alles kwijt. Die randoms in Masters zijn zo slecht. Ik kan er op zich wel om lachen. We kunnen maar even kijken... Bralio Jonas Hij heeft nog niet eens een slecht profiel Heeft hij? Oké, okay, geen rang 30 Oké, okay. Penny 65k en je denkt Oh, ik heb al deze brawlers level 11 En we gaan Penny level 9 Ja, ah, hun denken ook, waarom gaat die idioot naar weer Colette <laughs> En die B, wie was dat? Shout out naar die B 70k, niet eens heel slecht uh, Boel Hij heeft nog geen master, succes met master halen ik zou alleen wel even je WinTrader-naam aanpassen, vriend. Dat is natuurlijk niet kaasje. En voor de rest... Ja... Daar was ik ook niet heel erg over te spreken. Over deze teammates. En op zich, die guys waren wel gewoon goed. Vooral like a Boss, die speelde best wel goed. Hoeveel trofee heeft hij nou? 34k. Best wel weinig. En hij speelde wel eigenlijk... Dit was denk ik de beste random die we hadden. Sandy was ook niet heel slecht. Prima. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb heel erg genoten. En gelachen, ik zie jullie later mensen.